Hey, ik ben Bram en normaal gesproken maak ik op dit kanaal iedere week een vlog. Maar ik ben net terug van mijn vakantie in Spanje en ik moet mijn cameratas nog uitpakken. Dus ik dacht, misschien is het wel cool om te laten zien wat ik allemaal mee heb genomen om daar te vloggen. Oké, dit is mijn rugzak. Hij is van Vanguard. Type zal ik in de beschrijving zetten. Ik heb hem echt de dag dat we op reis gingen gekocht, omdat ik in één keer toch heel veel wilde meenemen. Hij mag mee als handbagage, hoewel op de terugreis vonden ze hem toch wel iets te groot. In het voorvakje zit mijn Bose koptelefoon met noise cancelling waar ik helemaal verliefd op ben. Geweldig in het vliegtuig, maar ook echt fantastisch aan het zwembad met gillende kinderen. En hier zit ook een raincover voor de rugzak zelf. In Spanje gelukkig niet nodig gehad. Hier zit een vakje waardoor je heel snel bij je camera kan. En hier zou je eventueel nog een statief in kunnen doen, maar dat vond ik een beetje overdreven. Twee extra SD-kaartjes, maar als ik meer dan 64 gig vol krijg, dan zou dat wel vrij bijzonder zijn. En een USB-stickje, altijd handig. Mijn Gorillapod, GoPro voor in het zwembad en de zuignap voor de GoPro en mijn iPhone-oplader. In dit vak zit mijn G7X, waarmee ik nu aan het filmen ben, dus het hoesje is leeg. En alle reservebatterijen voor de 80D en voor de G7X. Opladen voor de 80D, opladen voor de G7X, de bijbehorende snoertjes. Een heel lang HDMI-snoer met een aansluiting voor mijn laptop. Super handig om je laptop aan te sluiten op de tv in het hotel, zodat je gewoon YouTube en Netflix kan kijken. Mijn hardloophorloge hoort natuurlijk eigenlijk niet in mijn cameratas. Snoertje voor mijn horloge. Dit is mijn favoriete zoomlens, 18 tot 135 mm met stabilisatie. En misschien een beetje overdreven om twee lenzen mee te nemen op vakantie, maar ja, kon ik kiezen. Mijn oordopjes om hard te lopen. Een externe schijf om te backuppen, de USB-kabel van die schijf. Dit is denk ik mijn favoriete nieuwe gadget, een powerbank waarmee je bijna 5 of 6 keer je iPhone opnieuw kan opladen. Lifesaver. USB-snoertje voor de powerbank en voor de GoPro. Snoertje om mijn camera te koppelen aan mijn laptop. En dan nu waar het eigenlijk allemaal om gaat, mijn 80D met de microfoon. Eigenlijk standaard heb ik deze superwijde 10 tot 18 mm lens erop. En tot slot nog het laptopvak. Ik vond de rugzak eigenlijk wel dik genoeg om een laptop zonder hoes mee te nemen. En misschien denk je, is het niet een beetje overdreven voor een vlogje? Zo'n enorme rugzak met zoveel spullen erin. Dat klopt.